Zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regenvlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Al zijn klanten zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat? Hoor je klop, de post. Kijk gauw op de mat. Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. En gisteren zijn onze eerste gasten op de fiets aangekomen. Pep en David hebben 3 dagen gepakt om hier op de racefiets naartoe te komen. En ik ga even laten zien wat ze aan het doen zijn. Elektrotechniek, 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 stop. Kijk, we houden ervan om het potentieel van onze gasten te gebruiken. Dus David, electrical engineer van de TU Delft, heeft de eerste electrical taak gekregen. Dus hier ligt al zijn gereedschap. En aan hem is de taak vandaag om een aardpin te slaan. Dus elk huis heeft tegenwoordig een aarding, zoals de meesten wel weten. Maar ik denk niet dat heel veel mensen weten dat het dan ook daadwerkelijk dus met een hele lange pin, in dit geval een 2 meter pin, ergens in de grond zit. Dus David heeft net een kuil gegraven. Gaan we onder een hoek van 60 graden. En dan met deze unit erin. En onze andere gast, Pepiek, die laat iets liever zijn spierballen zien. En Pepiek die is lekker buiten bezig, dus die is verder aan het gaan met het pad. Nou, de aardpin is klaar. Dus hier nu, naast het huis, zit een putje. En als je de tekst optilt, dan zie je dat daar de pin in de grond zit. En vanaf daar loopt een kabel hier naar een contactpunt aan de muur. En vanaf daar loopt hij eigenlijk het huis in. Ver komt hij binnen. En hier gaat hij door een mantelbuis verder. En dan gaat het uiteindelijk door het huis heen naar een nieuwe meterkast. En David is lekker bezig. Dus hier ligt een nieuwe meterkast alvast klaar. En omdat het zo hard gaat, gaan we die gewoon ook alvast plaatsen. Dus hier is de oude meterkast, eigenlijk het deel hierboven zijn de zekeringen. En hiernaast komt eigenlijk een hele nieuwe meterkast en daar komt ook die nuldraad op. Volgens mij ben je klaar om op te hangen, of niet? Oké, even een item tussendoor. Het lijkt natuurlijk op de filmpjes altijd alsof we van alles weten hoe het moet en het allemaal goed gaat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Kijk, een paar leuke dingen waar we achter zijn gekomen dit weekend. Nummer 1 is eigenlijk alle planken hier zijn rot. Dus die moeten er eigenlijk toch allemaal uit en lekker vervangen worden. Dus dat is en meer geld en meer tijd. Wat wel helemaal is. Dus dat. En een ander ding waar we ook achter kwamen is dat we de schoorsteen toch niet helemaal goed hebben gestempeld. En die hier wel redelijk is ingescheurd en op instort staat. Dus dat is ook wel problematisch en moeten we maar eens even gaan aanpakken.
eindresultaat van de schoorsteen verder weghalen. We hebben hem bovenin hoog gestempeld nu, dus je ziet daar nog het laatste stukje schoorsteen. En dat hebben we gedaan zodat we het dak niet ophoeven om hem daar weg te halen en het dak weer dicht te maken. Voor nu, dus voor nu blijft dit deel even staan. Maar hier is hij helemaal verder afgebroken. Dus het is weer veilig. Gelukkig. Je wordt gekoerst vandaag weer. Fiets zijn gepoetst. Laat jongens. Succes. Doei.